kijkt. Ik maak vandaag even een korte video over de eiwitshake van Fitchy. Ik heb deze binnengekregen en ik ga ze even proberen. En de reden dat ik deze wil proberen is niet dat ik gevraagd ben om dit te promoten, maar echt voor mezelf, omdat ik persoonlijke plannen maak, fitness, voeding en lifestyleplannen. En daarbij wordt vaak geadviseerd om eiwitshakes te drinken. Eiwitshakes die helpen je spieren herstellen. Dus vooral na de workout en voordat je gaat slapen zijn momenten in mijn menu's dat ik eiwitshakes adviseer. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een natuurlijke eiwitshake te maken of veel eiwitten uit je voeding te halen. Maar toch heb je dan heel vaak toch wel tekort aan eiwitten, omdat in een shake gewoon echt veel meer eiwitten zitten. Vandaag heb ik het dus over de eiwitshakes van Fitchy. Dit zijn 100% natuurlijke eiwitten. 18 gram eiwitten. Dat zit dus in één klein zakje. Nou, dat is super goed. Om even snel een vergelijking te maken. In kwark zit in 100 gram 9 gram eiwitten. Dit is dus super veel meer. Aanbevolen wordt in ieder geval eentje na de workout en eentje voordat je gaat slapen. Adviseer ik zelf meestal ook. Met een maximum van 4 per dag. Dus als je echt, echt bodybuilders, mensen die echt spieropbouw willen hebben, die moeten om de 3 uur eiwitshakes nemen. Of andere manieren van eiwitten, maar dat is heel moeilijk dus om zo grote hoeveelheid uit voeding te blijven halen. Dus die mensen die moeten echt om de 3 uur eiwitten nemen. Nou, als je dat zou doen, dan zou je al aan de maximale hoeveelheid zitten van 4 per dag. Maar dat is dus niet echt nodig voor gewoon normale trainingen en normale aanbevolen hoeveelheden. Zo snel gaat het er ook weer niet doorheen. Wat ik leuk vind om te vertellen is, het is super handig in een zak. Je kunt ze natuurlijk ook gewoon in een grote verpakking bestellen. Maar dit zijn dan degene om het even uit te proberen. Dit is de strawberry en banana. De strawberry heb ik zojuist uitgeprobeerd. Die was super lekker. Je kunt het maken met melk, amandelmelk, sojamelk of met water. Je kunt eigenlijk van alles mee doen. Hè. Je kunt er natuurlijk ook gewoon 's ochtends mixen met je havermout, andere dingen in je shake gooien, fruit. Van alles om het nog meer naar je eigen smaak te maken. Maar zelf test ik ze en probeer ik ze gewoon alleen met water. Om gewoon echt een goede smaak te proeven. En ja, ik vond het goed te doen. Je proeft een beetje dat het 100% natuurlijk is, oftewel er zit niet zo'n chemische zoete smaak aan. Maar dat wil ik ook juist niet, want ik wil gewoon dat het natuurlijk is. En dat vind ik dus ook prettig als ik dan niet mijn vraagtekens moet hebben als ik het neem. Normaal van Body & Fit heb ik altijd van die bakjes waar ik de shakes van tevoren in doe als ik wegga. Nou ja, voor onderweg zijn natuurlijk sowieso de zakjes super handig. Maar je kan er ook een shakebeker bij nemen en die heeft dan dit aan de onderkant. Daar kun je dan met je schepje uit je grote zak eventueel ook je eiwitten in doen. Als je dan je eiwit gaat nemen. Yep. Als je dan je eiwit gaat nemen, dan doe je dus zo je poeder erin. Loopt ergens naar een kraan, doet je water erbij. En dan heb je deze. Vind ik ook heel fijn van de shakebeker. Die zet je erop. En daardoor gaat het dus minder klonteren. Draait de roeper op. En je kunt hem shaken. En er zit hier ook nog een gaatje om hem eventueel op te hangen of zoiets. Dus dat is ook super handig. Het ziet er ook gewoon super netjes en clean uit. Een hele fijne, kleine, vrouwelijke shakebeker. En de shakes zijn dan ook echt bedoeld voor drukke vrouwen. Zoals ik. Met kindjes. Die... Hoi! Heb je pyjama nu al aan? Ja. Waarom? Dat vind ik lekker warm. Oké. En dat zijn dus de shakes van Fitchy. Wil je ze ook bestellen? Ga dan eventjes naar deze link. Klik erop en bestel ze. En dan kun je verdere informatie erover vinden ook. Dankjewel!
Nou, doei! Even naar beneden, nou, een duimpje geven als je het leuk vond. Of niet leuk, mag ook. En als je vragen al hebt of onderwerpen waarvan je het leuk vindt dat ik die ga behandelen, typ ze even in de reactie hieronder. Dankjewel!